Hallo, daar is ook weer een nieuwe aflevering van Pokémon Shield Fire Only. Luister eens even, mensen. Luister eens even. Ik heb eventjes... Dit was mijn team natuurlijk. Dit is mijn team in principe. Dit is het gewoon. Maar ik heb even wat dingen gedaan. Ik heb hier een complete box vol Pokémon die ik nog moet checken of ze eventueel shiny zijn. Maar dat komt later wel. Nope. Joep, ik had toch alleen maar die gelukkig. Maar ik heb dus ook, ik had gisteren eventjes mijn Switch Up aangezet. Die ging eventjes zelf wat doen. En ik heb vervolgens, nou deze had ik dus in de aflevering gescoord. Toen heb ik deze nog gescoord. Deze nog gescoord. En deze heb ik van een maat gekregen. En die gaan we dus ook gebruiken. En die gaat iemand vervangen, ik weet nog niet wie. Ik denk Fletchinder, misschien ook niet. Maar 47, dus ik moet nog even wachten. Maar dat is de stand van zaken nu. Ik heb even wat raidjes gedaan, dus ik kan als ik wil, in elk geval heb ik een beetje candy om, hoe heet die Pipo, op gang te helpen. Oké, het is echt weinig candy, maar goed, maakt niet uit. Weet je, het is in elk geval iets. Larvesta. Oké, okay, even dus ook wat TM's gescoord. Oh. Oh, sorry, dat vind ik een leuke aanval. Kan ik niet gebruiken. En nog wat andere dingen. Maakt niet uit. Maakt al niet uit. Ik ben alweer echt anderhalf minuut bezig voor niks. We gaan verder. Ik ben nu weer hier. Ik weet niet waar ik was gebleven eerlijk gezegd. Maar volgens mij was ik ook wel hier aardig gebleven. Ik ga in ieder geval hierheen. Route 5. Dat is dan een double battle. Dus dat vind ik wel geinig. Zo, ga die gebruiken. Oh, ik vergeet iets heel belangrijks. Even de surprise trade op te zetten. Oké. Fight me in real life. We hebben dus nu één badge in de pocket. En oh, ik heb daar ook zo'n mooie pop van de dag. Ik heb twee pops, jongen. En oh, dit is... Oké. Interessant. Flame Wheel op Klink. En Double Kick op Helioptile. Yes, dacht ik al dat dat zou werken. Mijn pops vandaag zijn er twee. Ik heb ze echt vandaag binnengekregen en ik zag ze. Ik wist wat. Ik was dus niet in Magnesse vandaag. Maar dat kan je het al zien. Ik was dus niet in waar ik woon, Magnesse. Iedereen weet ons zelfs in Magnesse woont, dus het is geen geheim meer. Want ik was eventjes weg. Ik was naar Zwolle. En ik kwam thuis. En nou goed, mijn vrouw is gastouder en die was wat dingetjes aan het doen en zo. Dus ik dacht van nou prima, ik ga lekker naar zolder tot Sinas, dacht ik. Zie ik dus een pakje op de zoldertrap staan en ik dacht van, hè, had ik wat besteld van Argonia.com, waar ik regelmatig mijn pops bestel. En toen zaten erin, ik vind het echt super vet, mijn eerste twee, Marvel Zombies. Marvel Zombie Dead Wolverine, goed verhaal. Is niet zo goed, ik heb een popprotector, maar het is echt een lelijke popprotector. Het is een beetje een rare groet zit erop, maar hij is wel echt stevig. Zit er nog een folietje misschien om? Nee, toch? Goed, en de Marvel Zombies Deadpool. Dat ga je niet meer, is er nog een folie omheen. Misschien is dat het probleem. Dat hij er daarom zo uitziet zoals hij eruit ziet. Of niet, er zit geen folie omheen. Dit is wel een goed moment om dat even uit te zoeken, toch? Dat vind je ook interessant, immers. Nee, er zit geen folie omheen. Ook al lijkt het wel zo. Zoveel twijfels. Ik twijfel ik ook heel erg of ik dat nu moet doen. In elk geval, deze vind ik echt heel vet. Even hem zien. Ja, goed, je ziet hem hier beter. De Deadpool zombie. Op de achterkant zie je hem ook. Kijk dan, het is echt, ik vind het echt heel vet. Ik denk dat dit mijn nieuwe favoriete serie wordt om te verzamelen.
Even kijken hoor, de pokeballetje die willen we wel even. Nou, of geen berries. Oh, een kok. Een kok heeft vast vuur Pokémon. Nee, ik was volume 1, dat had ik het al duidelijker gezien. Moet ik wel even nieuwe protectors halen. Ja, ik ben er echt heel blij mee. En er is er nog één onderweg. En, ik zal even... Oh, die heeft geen vuur Pokémon. Hier, Wolverine. Oh, misschien zie ik hier wat beter hoe die eruit ziet. Ik vind hem echt, echt heel vet. Ja, dus ik vond die comic zelf vond ik ook echt heel cool. Dus, oh, maat, wat doe je? Is hij geen gras Pokémon? Of heeft hij gewoon zo'n hoge defense? Een critical hit. Maar het is niet super effective. Weet ik ook niet. Oké, struggle bug. Ik heb nog geen idee wat voor type dat is. Oh ja, maar goed, er is dus nog. Ik heb nog wat in voorbestelling staan bij Argonia. Maar dat kwam later uit volgens mij. Even snel koekeloeren voor jullie. Ook voor mezelf, ik ben zelf ook wel benieuwd. Ik even mijn wachtwoord niet hardop zeggen dit keer. Dat was namelijk de laatste keer in de video deed ik dat. Gelukkig merkte één kijker het op. En toen heb ik de video echt gelijk verwijderd. Echt direct. Even kijken, Hulk en Mysterio hadden al uitgekomen moeten zijn, zegt hij. Oh. Maar die zijn er niet. Tussen. Fuck jou, Minchino. Nobody cares. Even met deze praten. Oep, die geeft niks. Ga weg, beware. Even kijken, en dan Black Panther en Gambit moeten ook nog komen. Mentino. Bij zijn wijze lurven. Ik ben zo afgeleid, jongen. Dit is niet normaal. Oké, ik ga nu even focussen. Want waarom doe ik Struggle Bug? Ik weet niet eens of het wel effectief... Oh, nou, effectief genoeg, denk ik. Nou, doe ik het dan nog een keer voor de zekerheid. Maar goed, mijn Marvels... Is het in Marvel Zombies? Ik ben echt zwaar, zwaar tevreden. Echt heel erg. En nu weet ik niet meer waar ik over moet praten. Ik geloof dat Larvesta nu level 21 is, dus hij gaat eindelijk een keer mee met de rest van de groep. Dus nu kan ik een keertje weer Raboot gebruiken. Hoe leuk is dat? Een Steenie, ik weet niet meer wat dat is. Oh, dat ziet er wel als een plant. Maar ook als een fairy. Ik doe ook een Blaze Kick, kijk wat er gebeurt. Oeh, dat is wel effectief. Dat is zeker wel effectief, netjes. Oké, oh, daar is ook nog een trainer. Dan ga ik nu even Raboot bovenaan zetten. Hé, hij zag me niet. Zij zag me niet. Did I just assume his gender? Oké, double kick, dat moet wel werken. Voor mij is dat een normal Pokémon. Maar is... Oeh, fighting is toch super effective voor normal, of is dat niet meer zo? Ja. Oh, dan heeft hij gewoon een hoge defense, want mijn attack is volgens mij ook wel vrij hoog met deze boy, ja. Bloop, bloop, bloop.
Nou, ik ben een beetje inspiratieloos. Sorry mensen, ik weet niet wat het is, maar... Ik hoop niet dat jullie boos zijn of zo. Ik denk dat ik deze sessie ook maar... Ik wil eigenlijk nu doorspelen tot de tweede gym. Maar als ik zo inspiratieloos blijf, dan... komt het niet goed hier, hoor. Ik ben best wel moe voor iets. Vandaag dus voor mijn dochter haar verjaardag, die is morgen jarig. Heeft naar Zwolle geweest. Maar ik heb ook niet kunnen slagen, weet je. Want ik wilde heel graag een autootje van Paw Patrol. Zo'n klein metalen autootje. En of heb ik hier nog een voorbeeld liggen of niet? Ik weet niet waar die is. Nou, in ieder geval een klein metalen autootje van nou ja, Sweetie. Het Sweetie, dat is een... Is dat ook een always cool? Maar in plaats van... Pack. Goed, Sweetie is nog van een karakter en die heeft die zijn iets van 8 series of zo. En dit is de eerste serie waar Sweetie in zit. En die wilde ik gewoon graag voor haar halen. Maar dat is niet gelukt, weet je. En ook wilde ik een... rot op. Een Sky, die heb ik dan weer wel. Dank je voor je toxo-ei. Dus dat scheelt wel enorm. Oh, ik krijg gewoon een toxel en niet een ei. Oh, oké, thanks I guess. Jammer dat hij gewoon niet shiny is, dat zou wel echt heel vet zijn. Ja, je hebt ook echt letterlijk niks aan een toxel. Maar goed, oh ja, goed, en dan niet geslaagd en dat vind ik jammer. En dan ben ik gewoon een beetje moe van ofzo, ik weet niet wat het is. Niet eens boos. Niet eens boos. We gaan gewoon lekker door. We gaan gauw verder rennen. Vlak kom ik hier. Oh, krijg je hier niet ergens de fiets? Ja, vlak krijg ik van hem de fiets. Ja, dat is super chill. Eindelijk een fietsje. Moet ik eens even deze twee mafklappers verslaan. Het begint te regenen. Low battery. Welke nou weer? Hou je rustig, rustig, rustig. Hou. Dit is de kabel die ik nu heb hier. En nou, laat ook maar. Ik laat het allemaal beneden wel lopen. Ik ben er zo klaar mee met dit leven. Goed. Oké, double kick. Oh, dit is geen double battle, dat had ik gedacht. Al tegen. Of mee, ligt met hoe je kijkt. Kom maar op met je tyfus, tyfel. Quick attack, hou op hoor. Ik ga wel even wat drinken, want ik moet wel een beetje gehydrateerd blijven hier ook. Tussen al deze frustraties door. Nou, ik ben echt blij met mijn Marvel Zombie Pops, echt waar. Ik weet nog niet welke ze gaan neerzetten, aangezien er nog eentje onderweg is. Een 10 inch The Thing. Dat is een SDCC exclusive. Maar ja, waar ga ik ze neerzetten? Ik zit even om me heen te kijken, maar ik heb geen plek meer. Overal staan Pops. Is hij ook nu staal, toch? Maakt niet uit of hij staal is of niet, hij is dood. Nou, dat is niet super effective, maar hij is wel dood. Yeah, Warfighter. Oké. Okay. Nou, dokter Corona, geef mij maar je fiets. Ik snap niet waarom deze dokter... waarom deze dokter een mondmasker heeft en zo en handschoenen aan en... Oké, weet je, ik ben een dokter en ik weet het niet zo goed. Weet je wat ik gewoon doe? Ik geef jou gewoon mijn fiets. Thanks, papi.
Okay. Het is tijd voor een surprise trade. Wat gaan we krijgen? Wij gooien weg een Grookey. En wij gaan terugkrijgen een Gastrodon. Oeh. Dat is wel chill, want die heb ik gemist in die event volgens mij. Dat is niet verkeerd. Die wil ik nog wel houden ook. Moet ik even kijken wat zo'n OT was en zo. Zoals dit juist de Gastrodon die je niet kon krijgen in... Even kijken hoor. Oh ja. Daar kan ik dus niks van maken, die OT. Oké. Nee, misschien ook niet trouwens. Ik weet het niet meer. Ik weet het echt niet meer. Wat ik deed vannacht. Maar wat ik wel nog weet, ik moet gaan. Want het duurt al heel lang deze aflevering. Mensen, sorry voor de saaie aflevering. Volgende keer ben ik weer leuk. Love you.